We gaan verder met NASC 1, VMBO T, derde klas, NOVA 4, editie, hoofdstuk 8. Het gaat over straling en we zitten testje zelf de uitwerking te doen. 16. Beantwoord de volgende meer keuzevragen. Welke straling is de meeste schakeling bij bestraling van buitenaf? De gammastraling heeft de meeste energie. Welke straling is het meest bij bestraling van binnenuit? Ja, alle drie. Ja, is schadelijk. Ik denk nog steeds dat gammastraling dan ook het meest schadelijk is, maar dat wordt niet gevraagd. Oké, 17. Vul de juiste vorm van bestraling in. Ultraviolette straling is zwak ioniserend, andere vormen zijn veel sterker ioniserend, dus dan denk ik dat staan vooral gamma-straling en röntgenstraling. Andere vormen zijn juist minder ioniserend, zoals licht, infrarood, microgolven en radiogolven. Goed, beta-straling, dat zijn elektronen, heeft een dracht van circa 3 meter. Dat is een beetje. Om gamma-straling tegen te houden moet je dikke lagen lood en beton hebben, dat hebben we al eerder gezien. Röntgenstraling kan net zoals gammastraling diep in het lichaam doordringen. Andere stralingen zoals ultraviolet, gewoon licht, infrarood, radio en microgolf kunnen dat allemaal niet. Afstraling kan zelfs niet door een dun pelletje papier heen dringen. Dat zijn heliumkernen trouwens, afstraling. 18. Na 1945 hebben verschillende landen kernproeven gedaan. Daarbij lieten ze atoombommen in de atmosfeer ontploffen. Bij de proeven kwam ongeveer radioactief strontium 90 in de atmosfeer vrij. Terecht. Deze isotop heeft al een vingerschijf van 29 jaar en in 1980 is de laatste kernproef in de atmosfeer gehouden. Hoeveel procent strontium zat er toen? Dat zit, zal in 2030 nog even meer aanwezig zijn. Nou, eens even kijken hoor. 1980, dat is 100% dan. 29 jaar later, dus zeg maar ongeveer 2010, was het nog maar 50% en in 2040 weer, 2038 is het 25%. Dus zitten tussen 25 en 50%. Ja, B. Eenvoudige rekensom, hè. Twee keer al vier. Oké. Okay. 19. In een ziekenhuis wordt 80 milligram, xenon 133 in een kluis opgeborgen. De halveringstijd van deze radioactieve doop is 5¼ dagen. Bereken hoeveel milligram na 3 weken nog over is. Nou, dan moet je eerst uitrekenen hoeveel dagen dat het zijn. 3 keer 7 is 21. Even kijken, nou, dan ga je dus aan de slag. Na 0 dagen is nog 100% over. Na 5,25 dagen is dus nog maar de helft over. Dus dat is 40 milligram. Want je begon met 80. Nou, nog een keer 5,25 dagen. Dus in totaal 10,5 dagen is nog maar een kwart over. Een kwart van 80 milligram is 20 milligram. Na nog een keer 5,25 dagen. Dus 15,25 dagen is dan maar een achtste over. Dat is dus een achtste van 80 is 10 milligram. En na nog een keer 5,25 dagen, dan zit je dus op 21, is dan maar een zestiende over. En een zestiende van 80 is 5, 80 gedeeld door 16 milligram. En dat is het antwoord. 20. In een laboratorium wordt gemeten hoeveel straling een stralingsbron uitzendt. De resultaten van deze metingen staan in tabel 4. Die moeten we maar eens even opzoeken. De hoeveelheid straling is gemeten in de eenheid becquerel. Nou, even kijken. Hier hebben we tabel 4. Na 0 minuten is de activiteit 720. Na 1 minuut 450. Na 2 minuten 285. Na 3 minuten nog maar 180. Dus dat is nog maar een kwart. Dus dat zijn 2 keer een halvering. Dus 1 keer een halvering zal 1,5 dag duren. Oké. Enzovoort. Ik kan allemaal lezen. Ik ga het niet allemaal oplezen. Teken figuur 17 de grafiek bij deze meetgegevens. Nou, dat is al netjes gedaan natuurlijk. Horizontaal staat de tijd in minuten, verticaal staat de activiteit. Dan vul je al die punten uit de tabel, die vul je hier netjes in. Je trekt er een vloeiende lijn door en dan krijg je dit. Vloeiende lijn, hè? Niet met lineaal verbinden. Bepaal de halveringstijd van de radioactieve stof. Staat hier dat anderhalf minuut is, maar 1,5 minuut is nog maar 360 over. Even kijken, dat kun je dus uit de tabel halen. Je begint dus grafiek halen, je begint met 720 en de helft is 360. Dat is dus hier en dan ga je naar beneden en zit je bij 1,5. Ik had het trouwens net anders gedaan, ik had dat de tabel al gedaan. Want na 3 dagen is 2 keer gehalveerd. 720, 2 keer halveerd is 180. Dus na 1,5 dag is het 1 keer gehalveerd, 360. Nou, hetzelfde antwoord uit. Het zou ook wel vreemd zijn als dat niet zo was. Als je op twee verschillende manieren som doet, moet je toch op hetzelfde antwoord uitkomen natuurlijk. Anders klopt het niet. Dat is een van de twee manieren fout. Is de activiteit van deze bron na 10 minuten gedaald tot 0 becquerel? Nee, elke half minuut wordt het gehalveerd.
Dus na 10 minuten is ongeveer 7 keer halveren. Ja, dat is niet nul. Het gaat wel erg richting nul. Even kijken, want... maar het is niet nul. Dus er blijven altijd nog wel atomen overblijven die instabiel zijn en vervallen en straling uitzenden. Even kijken, 21 dan. In een fabriek worden de dikte van staalplaten gecontroleerd. De staalplaat wordt erbij door de stralingsband doorstraald. Dus zie je dat? Hier heb je de stralingsband, hier heb je de staalplaat. Oké, hier wordt het dan natuurlijk gemeten met een stralingsmeter. En natuurlijk hoe dikker de plaat is, hoe minder er doorkomt qua straling. In figuur 18b zie je de hoeveelheid doorgelaten straling afhangt van de dikte van de plaat. Nou, hoe dikker de plaat, hoe minder er doorkomt. Als de dikte 0 is, komt 100% erdoor. En als je 50%, nou, dan zit je bij een staalplaat van ja, een millimeter of 7, 8. Moet je precies netjes nauwkeurig uitlezen, een beetje moeilijk van de scherm, maar dat kun je beter op papier doen. Nou, welke soort straling moet de stralingsbron in echt geval uitzenden? Nou, alfa en beta straling komen er niet door, dus dat zal gamma straling moeten zijn. Een plaat heeft de juiste dikte als je 40% van de straling doorlaat. Dat betekent dus, even kijken, dat er nog 40% doorlaten. Dat betekent dus dat je even 100, dat is 60% dus wordt tegengehouden. Ja, 40% komt erdoor, ja oké, okay. Dat is dus 40% is hier, ja oké, okay. En dan naar beneden, 8,5 wordt hier, nou dat kan ik wel geloven. Dit kun je natuurlijk beter op papier doen en op een schermpje natuurlijk, dan kun je dat netjes tekenen. Goed, op één plaats laat de straal 45% van de straling door, oké, dat is dus te veel, want het mag maar 40% zijn. En wanneer laat je plaat de straal door? Als hij te dik is of te dun? Ja, als hij te dun is natuurlijk, want dan wordt er minder tegengehouden. Hoe dikker er is, hoe meer er wordt tegengehouden. Dus 45% in plaats van 40% betekent dit dat die plaat van 45% dat die te dun is. Nou, dat is ook wat initiatie wel. Goed, dat was het alweer. In de andere afspeellijst die je bij SE1 hoort, staan ook de theorie van dit hoofdstuk. Die kun je even bekijken. Er zijn ook andere afspeellijst voor SE2 en SE3, daar staan de andere hoofdstukken in die hier niet in staan. Misschien heb je er belang voor en kun je een keer kijken. En anders bedankt voor deze keer kijken en wellicht tot ziens.